Verkeersborden, een wapen en zelfs een vlag. Buurtschap Hakkelaarsbrug is niet meer wat het is geweest. Het is nu een vrije republiek. Ja, met de laatste jaren de bouw van de spoorbrug en de A1 en de A6 werd de overlast nogal erg. Ik vond dit eigenlijk het moment om een beetje de republiek uit te roepen. Want bewoners vinden dat ze niet worden gehoord. Nou, we hadden toch iets meer steun verwacht van de gemeente. Dat Rijkswaterstaat misschien meer naar ons luisterde. Dat is allemaal niet gebeurd en dat vinden we erg jammer. De republiek bestaat niet alleen uit een naam en een verkeersbord. Nou ja, kijk, als je in een republiek komt, dan heb je natuurlijk, ben je een vrij land. En dan heb je ook paspoorten nodig. En zelfs aan geld en postzegels is gedacht. En de nationale vlag natuurlijk, die ziet er ongeveer zo uit. Nu de Vrijstaat is opgericht, komt de gemeente Gooisemeren om de hoek kijken. Ook met een ludiek antwoord. De gemeente Gooisemeren kan uw actie waarderen en is niet voornemens meteen met een grote riddermacht het gebied te betreden. We willen dit niet op een hele strakke ambtelijke manier benaderen. Dus dat wil zeggen, het mag niet, we halen het weg. Nee, we gaan gewoon een creatief antwoord dichten en daarop zeg maar kijken. Van of we in contact kunnen komen met degene die het initiatief heeft genomen. Dat is gelukt. Volgende week gaan bewoners en de gemeente om de tafel om te praten over een oplossing voor de overlast.